Een hele goede middag allemaal en leuk dat je kijkt of gaat kijken naar deze live presentatie die gaat over de nieuwe Opel Combo Tour. Nou, het is gelukkig hier droog. Ik ben benieuwd als je live meekijkt hoe het weer bij jullie is. Het heeft hier vanmorgen eigenlijk de hele tijd al geregeld, maar het is nou gelukkig droog. Wat gaan we doen? We gaan de nieuwe Opel Combo Tour laten zien. Ik leg alles uit ook van deze auto, welke mogelijkheden er ook allemaal zijn. Zijn er tussendoor vragen, stel ze gerust, dan komen we natuurlijk daar hopelijk gelijk op terug. En anders komen we daar later op terug. Nogmaals super leuk dat jullie meekijken en we lopen nou snel naar binnen toe. Nou, hier staat hij, de nieuwe Opel Combo Tour. Marco en Jeroen zijn er helemaal klaar voor en die gaan jullie een nieuw model laten zien. Laat hem maar zien! Nou, dit is de nieuwe Opel Combo Tour. En we kennen natuurlijk, de Combo is natuurlijk al wat langer bij ons in de showroom. Maar sinds kort is daar ook de Combo Tour versie. En ja, ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie van dit nieuwe model ook vinden. En we gaan natuurlijk allemaal laten zien. Ik ga jullie de informatie ook daarvan geven wat er al mogelijk is. Welke kleuren er natuurlijk ook zijn en welke uitvoeringen. Nou, de Combo is natuurlijk al wat langer op de markt. Hè? Dus dat is natuurlijk een nieuw model. Maar sinds eigenlijk 1986, toen is de eerste Combo eigenlijk uitgekomen. En daar is natuurlijk de bestelversie van, maar dit is dus de personenwagenversie. Die enorm veel ruimte geeft en dat laten we natuurlijk zo meteen zien. Het model is in de lengte 1 en de lengte 2 leverbaar. Hij is er in één uitvoering, dat is de Edition uitvoering. Nou, het model zien we uiteraard hier natuurlijk ook. En dit is de lengte 1. Lengte 1 is 4,40 meter lang. Hij is ook nog dus in een langere en die is 4,75 meter. Van motoren praten we over een 1,2 benzinemotor, 110 pk. Nou, diezelfde motor kennen we natuurlijk ook wel van de Opel Crossland. En hij is ook nog met dieselmotoren leverbaar. Die gaat van 75 pk, 102 pk en ook 131 pk. En die laatste is ook nog met de automaat leverbaar. Nou, ik ben ook benieuwd wat jullie van deze kleur vinden. De kleur van deze auto is trouwens Moonstone Grey, zo heet die kleur. Diezelfde kleur is ook wel leverbaar op de Crossland en de Grandland. Nou, we gaan hem van binnen gaan we bekijken. En hier zien we het interieur van de Opel Combo Tour. Nou, zoals ik al zei, biedt de auto enorm veel ruimte. Dit is de stoel die uiteraard ook in hoogte verstelbaar is. Nou, standaard is de auto natuurlijk voorzien van cruise control, airconditioning. En ramen en spiegels, dat zijn allemaal dingen wat er allemaal natuurlijk als standaard op zit. Dit betreft een model waar natuurlijk wat extra's op zit. En waaronder andere ook het navigatiesysteem. Die gaan we natuurlijk zo van dichterbij bekijken. Heel handig, mooi de bediening aan het stuurwiel. Aan de linkerkant zien we natuurlijk voor de cruise control. En die klik je eerst op deze knop. Die naar beneden. En dan gaat de cruise control erop. En aan de andere kant kun je hier met het audiosysteem bedienen. Harder en zachter. De telefoon kun je hiermee opnemen. Of via spraakbediening. En hiermee kun je door het menu heen. Nou, even de deur dicht doen. Zien we de binnenkant. Hier ook heel makkelijk de spiegelverstelling die je hier kunt doen. En ook de ramen zijn natuurlijk, voor en achter zijn die ook elektrisch verstelbaar. Nou, opbergruimte, wat ik al zei, dat is natuurlijk echt een heel groot pluspunt voor deze auto. Dan moet je denken van hier zit de opbergruimte, zit daarin. Er zit hier ook natuurlijk in het dashboard gedeelte, maar ook hieronder is er ook nog een heleboel opbergruimte. Echt ideaal natuurlijk voor gezinnen of mensen die gewoon heel veel aan ruimte belangrijk vinden. We gaan de auto starten. En dat doen we uiteraard eventjes om natuurlijk ook het navigatiesysteem te laten zien. Hier zien we dus het navigatiesysteem. Nou, die kennen we natuurlijk ook al van de Combo bedrijfswagens. Daarnaast ook van de Crossland en ook van de Grandland. Maar dit is natuurlijk aan de zijkant hele mooie makkelijke sneltoetsen. Hier kom je gewoon bij de audio terecht. Auto's zien van FM, maar ook van DAB+. Als we de tweede gaan, zien we hier als op de audio drukken eigenlijk de instellingen die je kunt instellen. Nou, als je niet weet wat het is, kun je heel makkelijk op het i'tje erachter zetten. Waarbij het systeem een uitleg geeft van wat het dan precies zo ook is. En daaronder zien we ook het navigatiesysteem. Nou, het navigatiesysteem is gewoon met heel Europa. Er zijn ook updates zijn daar ook voor leverbaar. Gedurende 5 jaar krijg je elk kwartaal komt daar een nieuwe update uit. Via als je lid bent van mijn Opel. Dus dan kun je altijd met een update navigatiesysteem rondrijden. Zien we aan de rechterkant zien we daar ook nog een mogelijkheid tot apps die kunnen. Dan bedoel ik eigenlijk mee de Apple CarPlay en de Android Auto. Hij is nu gekoppeld met Android Auto. Ja, dus wij hebben daar een Samsung telefoon. Is eraan gekoppeld. Daar staat Android Auto op.
En dat de auto is nog niet vrijgegeven in Nederland. Het is wel mogelijk op deze systemen via je Android telefoon als dat een versie heeft van 5.0 of hoger. Heb je zo'n systeem of een ander systeem met een Android auto en je wil graag weten hoe het moet? Wij hebben daar een handleiding voor beschikbaar. Dus dan kun je altijd ons een mail sturen naar hendrik@liewesroden.nl of je kunt natuurlijk even langskomen zodat we het voor je gaan installeren. Nou, hij is nu gekoppeld dus met Android Auto. Android Auto neemt dus je telefoon over. Het werkt echt super mooi. We zien hier dus het hoofdscherm. We zien natuurlijk duidelijk de tijd en de datum. Ga ik hier linksonder, druk op de knop. Dan gaat hij eigenlijk naar Google Maps. En dan heb je natuurlijk ook een helemaal up-to-date navigatie. Dan heb je daar ook bij je. Je typt hier gewoon de route in. Of je doet het gewoon via spraakbedienbaar. En hij brengt je natuurlijk op bestemming. Nou, dan klikken we hier natuurlijk op de telefoon. Ja, dus hij is ook met deze leefbaar. Nou, ik zie dat Wim Liewers van mij 25 februari nog gebeld heeft. En in het midden hebben we natuurlijk een knop om dan weer tot de homepage terecht te komen. Nou, als we verder gaan, dan zien we hier nog een voor je muziek. Ja, dat kan via Google Play Music zijn of dat kan natuurlijk via Spotify. En als we rechts gaan, dan kunnen we weer terugkeren naar het systeem van Opel. Hieronder zien we inderdaad ook nog een andere knop, hè, dus met de instellingen. Ja, dus hier kunnen we wat profielen aanmaken of je kunt zeggen van ik rij s'nachts, ik wil het scherm wil ik uit hebben. En hier nog van de telefoon. Bedankt voor je vraag, Kees. Ja, het is inderdaad een hele leuke auto. Ja, deze auto is natuurlijk in samenwerking gemaakt met PSA, hè, waar Opel ook onder andere bij zit. Ja, dan moet je denken natuurlijk aan motoren en onderstel waar natuurlijk daar van de PSA is. En natuurlijk heeft ook Opel zijn eigen invloed daar ook in. Dus dat is echt een van de eerste modellen die ook volledig samen is gewerkt met de PSA. Dus dat klopt. Bedankt voor je vraag. Nou, hieronder zien we natuurlijk de bediening van het kachelsysteem. En dus je kunt heel mooi instellen hier op de graden nauwkeurig. Ik wou je trouwens nog één dingetje, voordat ik het vergeet, als tip meegeven van dit navigatiesysteem. Dat geldt natuurlijk ook voor de Crossland en voor de Granite en natuurlijk voor de gewone combo. Wanneer je met drie vingers, dan vraag me niet waarom, maar wanneer je met drie vingers op het scherm tikt, zie je daar een heel mooi overzicht. Ik doe hem eventjes weg. Ja, dus met drie vingers op het scherm zie je een heel mooi overzicht. Dat je heel snel naar radionavigatieinstellingen en dat auto in dit geval via apps of auto kunt doen. Ja, dus je kunt een zijkant doen, maar ook met drie vingers op het scherm tikken en hij pakt het mooi over. Nou, de versnellingspook deze is voorzien. We zitten trouwens nu in een 1.2 benzinemotor. Die is voorzien van 6 versnellingen. Maar deze auto ook als extra nog heeft, en dat is niet standaard, dit is een achteruitercamera. Nou, hier zie je dus heel mooi wat er natuurlijk achter je bevindt. De lijnen zijn de stuurlijnen. En aan de rechterkant geeft het precies aan hoe mooi je eigenlijk geparkeerd staat. Nou, dit laatste is natuurlijk een hele slimme camera. Je zou denken dat er eigenlijk een camera hierboven de auto zit. Maar hij meet dus, of hij neemt het dus van tevoren neemt hij het op. En zo projecteert hij dat weer op het scherm. Dus zie je heel super makkelijk van sta ik bijvoorbeeld recht in het parkeervak. Of hoe ver kan ik dan nog. Wat ook op deze camera dan zit is de 180 graden view. Ja, dus kan ik ook mooi kijken wat er eigenlijk links en rechts van mij is. Nou, we staan nu natuurlijk niet in de showroom. Maar natuurlijk buiten wanneer je een weg in moet rijden is natuurlijk super handig. Zodat je kunt zien van nou komt er ook verkeer aan. En als ik hem weer in vrij zet, dan gaat hij daar uiteraard ook weer gewoon vanaf. Nou, ik zal hem eventjes uitzetten, want er is natuurlijk nog veel meer te zien van deze Opel Combo Tour. Wat een hele mooie optie is, en die is zowel natuurlijk visueel, maar ook handig, laat ik zo zien, is het panoramadak. Die is hierbij besteld. Dat is een glazen dak, die eigenlijk bijna over de hele lengte gaat van de auto. Nou, die zorgt natuurlijk voor een prachtig mooi licht van binnen. En we zien daar ook nog deze mooie ledbalk die daar allemaal zit met verlichting. Nou, het is natuurlijk aan de ene kant voor het zicht, maar aan de andere kant, ik hoop dat de camera zo meegaat, geeft hij ook super veel ruimte daar. Dus dat is natuurlijk makkelijk voor met de kinderen die achterin zitten of andere mensen, dat ze heel makkelijk hun spullen daar kwijt kunnen. Er kan ook nog een zonnewering kan ervoor, zodat als het echt warm weer is, en we hopen natuurlijk dat het van harte dat het weer wat warmer wordt, kan die natuurlijk ook weer dicht. Standaard heeft hij een schuifdeur. Dus ook aan de rechterkant, waardoor je heel makkelijk natuurlijk achterin kunt zitten. Achterin heeft hij gewoon drie volwaardige plekken. En achterin zit je echt en daar ook vrij ruim. He, ook met je hoofdruimte, want deze heeft ook een panoramadak. Dus dat zal betekenen dat hij iets lager zit, maar dat merk je dus helemaal niet. Mooi overzicht heb je hier achter ook naar buiten toe. En achterin heeft natuurlijk namelijk ook nog heel mooi hier opwegruimte. Dit is niet standaard, dit zit bij de panoramadak. Die kunnen nog naar achter toe schuiven, er kan 36 liter kan erin. Dus echt heel mooi om daar spulletjes op achter te bewaren.
gaat hij gewoon weer. Nou, er zijn natuurlijk ook nog verschillende velgen zijn er leverbaar. Hè? Deze zijn er gewoon lichtmetallen velgen. Standaard heeft hij gewoon een stalen velg met de wiel erop. Maar deze heeft nog eens een lichtmetallen velgen. En achter zitten hier nog parkeersensoren. Plus die camera. Deze auto kan ook nog automatisch in parkeren. Dat is hier ook nog bij besteld. Standaard heeft hij achter een klep. Ja, dus zoals deze. Maar je kunt hem ook nog met deuren kun je hem krijgen. Nou, dat kan niet in combinatie met het panoramadak. Vandaar dat deze ook een klep heeft. Maar die klep is natuurlijk super makkelijk als je spulletje achter kwijt moet. En sta je lekker droog. Helemaal ja, wonder wel eens regen natuurlijk hier in Nederland. Dan sta je natuurlijk mooi lekker droog. Nou, hier zie je een laadruimte. Echt super mooie laadruimte wat die heeft. Standaard zit er 597 liter wat daarin kan. En heb je de lengte 2. Hè, dit is nogmaals, dit is de lengte 1 voer. Maar heb je dus de langere versie. Dan kan die zelfs tot 850 liter als de bank helemaal plat zijn. Dus dan heb je nog meer laadruimte. Standaard heeft hij ook 5 zitplekken. Je kunt ook nog 2 extra zitplekken hier achterin nog bij bestellen. Zodat je met 7 mensen erin kunt. En deze hoedenplank is natuurlijk echt super makkelijk. Je kunt mooie spulletjes hierop kwijt. En als je zegt van nou, ik wil wat meer ruimte, dan haal je hem zo makkelijk uit. Of je legt hem daarboven, leg je hem neer. Dus dan zie je dat je echt een 7 ruimte hebt. Ook een mooie lage instap. Dat is dit vlak eigenlijk bij de grond. Zodat je niet hoog hoeft te tillen. Dat is ook super handig. Nou, natuurlijk kun je de auto helemaal naar eigen wens kunnen samenstellen. Deze heeft ook nog dakrails, wat hierbij besteld is. En natuurlijk allemaal in verschillende kleuren. Nou, we kunnen natuurlijk in de showroom allemaal verschillende modellen ook laten zien. Hè? Verschillende kleuren en ook wat er allemaal mogelijk is. Maar je kunt het ook heel makkelijk online kunnen doen, hè? Via de site van Opel. En als je daar naartoe gaat, dan zie je ook eigenlijk wel de uitvoeringen. Hè? Wat ik zeg, zo ziet het er eigenlijk standaard ziet het er dan uit. En wat ik zeg, hij is dus in 1 uitvoering leverbaar. Lengte 1, hoogte 1. En lengte 2, hoogte 1. Motoren, hè, die we net ook genoemd hebben. Nou, zoals ik zei, we zijn dus natuurlijk in verschillende kleuren. Standaard is hij gewoon de kleur wit. Ja, dan kan hij eventueel nog in de zwarte kleur. En daarnaast hebben we een aantal matte kleuren. Hebben we onder andere ook de Moonstone Grey. En dat is de kleur die we ook hierachter hebben staan. Je zou natuurlijk nog speciale kleuren kunnen doen. Als je zegt van nou, ik wil hem echt in die kleur, wil ik hem hebben. Dan kunnen we altijd kijken natuurlijk wat er mogelijk is. En ook qua velgen hebben we gezegd. Op standaard heeft hij dus gewoon de 16-inch velgen. Kan eventueel een lichtmetallen velgen zoals de auto die we net gezien hebben. En hij is ook nog met een 17-inch lichtmetallen velg. Nou, zo kunnen we kijken. Bekleding daar is er één type van. Hè, die we net ook gezien hebben. En opties. Ja, dat zijn eigenlijk een heleboel. Je kunt ook denken aan een winterpakket. Zicht- en lichtpakket met een regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel. Nou, noem het dan maar op. Dus dat te veel om het op te noemen inderdaad. Maar wel heel leuk om te zien wat er allemaal mogelijk is op deze auto. En dan kun je hem eigenlijk precies naar eigen wensen kun je hem samenstellen. Hè, de panorama achteruitkamer 180 graden, die hebben we net dus gezien. Hè, die je er los kunt bestellen of ook in een pakket. En zo zijn er tal van mogelijkheden inderdaad. Hè, winterpakket zoals ik het noemde. Je kunt ook kiezen voor de achterbank, hè, dat die ook nog... Dat die ook meerdere delen niet klapbaar zijn. En ook nog 2 stoelen op de achterste zitrij. Nou, dakrails hebben we natuurlijk over gehad. Hey, je kunt ook kiezen voor het kachelsysteem. Je zegt van nou, ik wil een klimaatcontrole. En dat je natuurlijk automatisch de temperatuur ook bewaart. En zoals ik al zei, de achterdeuren met ramen die kun je ook gewoon bestellen. Ik kan dus niet in combinatie met het panoramadak. Maar je kunt wel zeggen van ik hoef het panoramadak niet. Dan kun je zeggen van ik wil er liever achterdeuren in plaats van een klep wil ik daarin. Trekhaken is natuurlijk ook mogelijk. De auto die mag tot 1500 kilogram trekken. Dat is bij een diesel. Bij de zwaarste diesel mag die 1500 kilogram mag die trekken. Bij de benzine zit het op 1050. Maar natuurlijk ook gewoon voor een fietsdrager of voor een lichte kar is dat natuurlijk voldoende. Of een caravan die zwaarder is dan 1050. Nou, en dat zijn eigenlijk alle punten die ik eigenlijk wel verteld. Dus ik ben benieuwd of er nog vragen zijn die ik op dit moment kan beantwoorden. Je kunt je altijd je vraag hier intypen. Ook al is deze presentatie natuurlijk al gebeurd. Dan kunnen we natuurlijk later uiteraard op terugkomen. En ik wil u natuurlijk altijd uitnodigen om bij ons langs te komen. Zodat we het model echt kunnen laten zien. En natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Nou, vriendelijk bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie dit een leuke presentatie vonden. Hebben jullie nou tips of suggesties voor nieuwe presentaties? En geef het dan aan. En wellicht dan kom ik daar de volgende keer op terug. Ik wil jullie super bedanken.
Ik wens u nog een fijne dag. Hopelijk knapt het weer wat op. En tot de volgende keer. Tot ziens.